welkom om zo talrijk aanwezig te zijn op onze persconferentie van Oscar van Claude Manier in regie van naast mij Nadine de Rijke. Het is alweer een nieuwe productie, Franse komedie en geen gemakkelijke komedie. Het is een heel heftige komedie waarin dan er een aantal intriges in zitten, huwelijksaanzoeken, koffertjes die altijd maar verwisseld worden. Je moet de zus nog gelezen en goedgekeurd bijschrijven. Ja. Ja. Voilà. En hier, gelezen en goedgekeurd. En dan kan ik niet zeggen. Zeg, ga je. Zeg, waarom kost je niet met die meestrijden mee, Martijn? Dat is toch een andere jongen? Ik heb liever die een andere. Oh, liever die een andere. Ah! Oh, dat is goed. Ja, kom maar nog een komen, kom maar weer een ziek. Oh, Gilbert ga. Ik zal wel proberen voor hem te overtuigen. En, hoe voelt het? Goed. En ga? Oh, dat gewoon wel. En die bakspieroefeningen al gedaan? Ik heb nog geen tijd gehad. Helemaal gezien. Ja? Volgens mij, hè. Zij gaan wij al vervet. Heb je al een keer gewogen? Nee, ook. Maar valiezen! Mijn valiezen! Meneer Barnier, alsjeblieft, meneer Barnier. Niet zo hard, jong. Dat heb je nog altijd. Zeg, ik was mijn valies gaan halen in de kamer, hè? Ja, maar het was plezier dat je wegzet, ik heb jou genoeg gezien. Ik ben hier wel baroness, hè? Meneer Stallone! Dag, madame Barnier. Wat verstoor je? Niets verstoor. Zeg, is het met die jongen dat je wilt trouwen? Ja, mama. Ja, zeg, hij is wel niet slecht gebouwd. Nee, nou, dat is goed, hè. Maar, als je het allemaal wilt verstoren, dus we moeten komen kijken naar de voorstelling uiteraard, die te gaan doorgaan in maart in de Scala. De data vindt je terug op de website. Johan, goedenavond. In uw Scala. Dank u vriendelijk. Ja, bedankt dat u welkom bent om die mooie reportage te maken over Oscar van Claude Manier. Al onbekend van de film met Louis de Funès. Ja, en weer al een schoon madame naast u. Een nieuwe. Ja, fantastische madame naast mij. Voor de derde maal al dat ze wel meespelen met ons. We zijn daar heel trots en fier op. En deze keer ben ik dubbel zo fier, want ze speelt mijn vrouw in het stuk. Ja. Hoe is het om de vrouw te spelen van Johan Loes? Ja, dat is vooral afzienen. Afzien, hè? Want ja, het is nogal een verwarde geest en heel veel verwikkelingen en chaos. Dus ik moet dat allemaal een beetje kunnen sturen en een beetje ordenen. Onder controle houden. Maar dat is heel moeilijk. Ja. Hoe komt een vrouw zoals u uit Keerbergen in die buurt hier in Gent terecht? Ja, dat is ondertussen al de derde keer. Dus ik heb mijn weg naar hier wel al gevonden. Omdat Johan het de eerste keer gevraagd had om stilte alstublieft mee te spelen. En dat is mij heel, heel goed meegevallen. En ik speel hier heel graag in deze theater. Ik zeg, het heeft echt iets nostalgisch. Echt zo, ik denk een van de betere zalen van het Gentse en omgeving. Buiten de grote mastodonten. Maar dit heeft iets heel gezellig. En ik speel hier heel graag in deze theater. En vandaar ook dat ik al de derde keer... hier geraakt ben, hè? Ja. Toen die vraag kwam, kent u dat al, die theater hier? Eigenlijk niet, nee. Wat heeft u dan overtuigend? Johan zijn charme? Ja, onder andere, hè. Ja, ja, nee, maar ik ben wel toen al een paar keer komen kijken. Ervoor, toen ik het toen had gevraagd had, even de sfeer opsnuiven. Ik wist ook dan hoe dat het hier aan toe gaat, ging. En voilà, dus ik moest daar niet lang over nadenken om toe te zeggen eigenlijk. Ja. Johan, waarvan de keuze voor Oscar? Niet simpel om te spelen? Nee, uiteraard niet simpel om te spelen. Het is weer een hele uitdaging. Hè? Dus we hebben in november nog Allo Allo gedaan. Hè? Maar dan mensen toch ook weer die herkenbaarheden willen zien. Hè? Die typicus. En nu hebben we eigenlijk ook weer voor een uitdaging gekozen. In die zin dat alle mensen Oscar kennen van de film met Louis de Funès. Hè? En hij heeft het toen ook, voordat de film uitgekomen is, meer dan 600 keer op de bühne gebracht. Dus iedereen kent wel, ja, als ze Oscar horen, gaan ze daar... uiteraard gaan linken aan Louis de Funès. Dus vandaar dat het voor mij dan ook zeer moeilijk is, want ik ga er toch ook een beetje dat type moeten insteken, zonder mijzelf uiteraard uit het oog te verliezen. Ja. Er kwamen toen naar de film 6 miljoen of 16 miljoen mensen kijken. Ja.
komen die mensen allemaal naar u kijken? Ja, ik wou dat wel, maar ik wou dat wel was, dan waren we ook gered. Hè? Ja, ik hoop dat wij veel volk krijgen uiteraard. Hè. Het is altijd een kaskraker geweest. Het is een heel moeilijke, maar heel leuke komedie, van de ene hilariteit naar de andere. Ik heb dat straks ook al toegedeeld. Het is ook een Franse komedie en bedoel, Nadine de Rijken heeft in het verleden ook al Tok Tok en De Bonobos, met ook Loes van den Heuvel hier in een van de hoofdrollen, geregisseerd. Dus ze heeft eigenlijk wel een beetje voeling met het Frans, met de Franse humor, die eigenlijk niet dezelfde is als de Engelse. Maar ja, nu wel in het Gens, hè? Ja, we spelen in het Gens, maar het blijft Franse humor. En ook de Franse humor, dat staat ook voor tempo, voor van de ene hilariteit naar de andere gaan, veel fysieke bewegingen. Wat dat Louis de Funès daar ook een krak in was, uiteraard. Ja. En de mensen verwachten dat en ze gaan dat ook krijgen. Ja, hoe zit het met uw Gens dan, Loes? Ja, dat is natuurlijk een hele aanpassing, maar ik ga dat niet doen. Het publiek is hier natuurlijk allemaal Gens gezind. Maar ik hou het bij mijn eigen taal. En af en toe zal ik wel eens een uitschieter in het Gens placeren. Maar ik hou het bij mijn eigen taal. Dus, en ik vind ook voor het personage dat ik speel, is dat eigenlijk niet nodig. Zij is de chique, rijke vrouw van... Een fabrikant, van... Een zeepfabrikant die weliswaar wel gaan spreekt, maar ik kan van Gent zijn, kan mijn vrouw leren kennen op een van die cruises dat ik veel doe. Hè. Voilà, dus en ik heb mij vrouw, helemaal aangepast. Och, ja. Zo simpel is dat? Zo simpel is dat. Trouwens, er zijn nog meerdere talen. Ook Dimitri Tarantino gaat het in het Brussels spelen, wat ook een sappige taal is. Ja. Dus we gaan eigenlijk een beetje een mengelmoes van taal gebruiken om nog meer kleur te geven aan het personage. Mm-hmm. Dat is ook wel een beetje de bedoeling geweest van de regisseur en ook van ons. Het is een wisselwerking uiteraard. Wat is het moeilijkst om te spelen in deze komedie? Voor mij persoonlijk, het moeilijkste is de emotiewissels. De emotiewissels die ik eigenlijk toch wel heel, heel duidelijk moet kunnen etaleren. Naar de Van Lieskes toe bijvoorbeeld, maar ook naar de verschillende verrassingen waar dat mee geconfronteerd wordt. Plus uiteraard ook een fysieke uitputtingsslag die het wel zal worden voor mij. Loes, je moet komen repeteren. Hoeveel keer is dat dan? Repetitie? Ja, gemiddeld 20, 30 keren. Gemiddeld zoiets, ja. Ja, niet evident. Mag je dan bij Johan blijven slapen? Ja, dat mag, ja. Ja. Maar zij doet dat niet. Ja, rechts of links? Ja, maar ik doe dat soms wel als we bijvoorbeeld spelen zaterdag op zondag. Ja. Is het de moeite niet om naar huis te gaan? Dan spelen we zondag namiddag en we sluiten hier pas om 11. Allee, de voorstelling om 11 uur zaterdagavond. Dus dan blijf ik wel overnachten in Gent. Dus dat wel, want anders wordt het ook een uitputting. Voorstellingen, première op? Première is op vrijdag 13 maart om 8 uur. We hebben uiteraard ook de VIP night avant-première op 12 maart om 8 uur 15. De deur gaan open om 7 uur, want het is met eten en met drinken. En dan uiteraard de volgende voorstelling zijn op zaterdag 14 maart, op mijn verjaardag. En dan hebben we zondag 15 maart, een matinee om 15 uur. En dan nog de volgende twee weekends telkenmaal. Zaterdag zondag en dan vrijdag zaterdag. Met nog een optie op de laatste zondag. De Hamber, kom eerst naar de dames, Anthony. De Hamber, blij u terug te zien hier in de Scala. Dank u wel, ik ben ook zeer blij om u terug te zien en ook blij om hier terug te zijn. Dat doet mij plezier. Wat ga je hier nu doen binnenkort? Ik doe hier mee een stuk Oscar. Ik ben ook weer zeer vereerd om mee te mogen doen. Er doen ook weer heel leuke, fantastische acteurs mee, vol met talent. Ik speel Jacqueline, de dochter. Voor de rest wil ik er nog niet veel over, vertellen. Dat nog een verrassing geeft naar het publiek toe. Maar ik ben heel enthousiast om aan deze productie te mogen spelen. Ja. En dat is uw lief, staat dat? Dat is mijn fictief lief, inderdaad. Theater. Theater. Dat is fantastisch. Ja. Ik heb nog nooit zo'n goed theaterlief gehad. Oh. Knappe verschijning ten eerste en ze speelt ook heel goed. Dus ik ben daar heel blij mee. Ja. Wat is in jouw ogen nu het moeilijkste wat u moet doen in deze komedie? Mij serieus houden. Dat is heel moeilijk. Maar ik probeer het, want dat is uiteindelijk ook een vak. Hè. Maar ik doe het. En natuurlijk, het is niet simpel om Johan van Hoorde op te lichten. In het dagelijks leven en ook niet op scène. En zeker als daar met koffertjes en zo aan te pas komt, met geld en met lingerie. Maar toch probeer ik het. En uiteindelijk ga ik u ten huwelijk ook vragen. En dat is ook de eerste keer in mijn leven dat ik dat doe. Dus dat zijn allemaal nieuwe dingen.
Ja, u moet de charmeur spelen. Lukt hem dat, Amber? Ja, inderdaad. Ik heb al... Oefenen, hè. Hij is goed bezig, laat ik het zo zeggen. Goed bezig. Of het echte leven ook zo zou aanpakken, dat weet ik niet. Maar een stuk lukt het hem aardig. Ken je elkaar trouwens vooraf? Nee, ik heb Anthony leren kennen door dit stuk. En het klikt. En, ja, moet ook die vraag aan u gesteld worden. Hoe is het spelen met Amber? Heel goed, op dit moment toch. Hè. Dat gaat vlot en je gaat zien, de vonken gaan eraf spatten op scène. Ja, tuurlijk. Hij heeft een beetje ervaring met komedie. Ik denk dan aan het Varse Theater. Is ook een beetje van u toch, hè? Ja, dat klopt. Ja. Of helemaal? Heel te gans. Of heel, ja, het is, ja, Varse Theater, dat is ook, natuurlijk ook komedie. Dus ja, ik voel me daar goed in komedie, ik zal het zo zeggen. Ja. En daarom dat ik ook deze rol hier heb aangepakt, omdat ik Oscar een heel goed stuk vind. En ik heb ook een leuke rol en het is met leuke mensen. Ja. En vandaar dat ik daar ook gewoon in voortdoe. En dan profileer ik mij een beetje als een comedieacteur en ik vind dat leuk. Ja. Enig idee waarom die vraag naar u toe kwam? Om mee te spelen? Om deze rol te spelen. Goh, misschien door mijn fysiek ook wel een beetje. En omdat Johan wel wist hoe dat ik speelde. En misschien om commerciële overwegingen. Dat is wel gemakkelijk als iemand in februari natuurlijk al speelt. Natuurlijk, als ik mag onderbreken. Als je mij als lief neemt, moet je natuurlijk wel een beetje fysiek hebben. Dus ik denk dat het ook daarom is dat ze hem gevraagd hebben dat hij een beetje moet... Anders zou Amber zeggen, ik doe niet mee. Nee, ik moet iemand hebben met fysiek. Anders gaat dat niet. Fysiek, is dat schoonheid? Is dat uitdondingsvermogen? Uiteraard. Uiteraard, ja. Het is innerlijke schoonheid. Die of uitdondingsvermogen? Uiterlijk, ja, ja, nee. Hij kan er goed weg mee. Ja. Nu is het een beetje repeteren samen? Ik denk dat wij, we doen het goed samen, maar ik denk dat wij vooral onze rollen gaan groeien doorheen het stuk. En vooral zelf doorheen de voorstellingen. Ik ben een actrice die haar vooral profileert in haar rol tijdens de voorstellingen. Die groeit door het publiek, door de interactie. Ik denk dat veel comedyacteurs dat hebben, dat ze echt publiek nodig hebben op een bepaald moment. Maar sowieso, als het al klikt tussen de acteurs, maakt dat natuurlijk de grens veel minder, veel minder breed om naar elkaar toe te komen. Dus ik denk dat dat wel volledig goed zit. Ja, ja, ja. Ja, wat is nu voor u het moeilijkste in uw rol? Ik denk vooral het tempo, de timing. Het is vooral een stuk waarin dat je moet je rol leren kennen, maar je moet ook de juiste timing hebben naar je andere acteurs toe, want anders zit de comedy. Dat is typisch Franse comedy, dat de timing goed moet zitten. En dat is vooral heel moeilijk. Ook het decor moet je nog wel leren kennen. Dat is voor mij het moeilijkste, de timing. Maar ik denk dat alles goed komt. Dus, ja. Je moet een beetje met de valiezen rondlopen. Ja. Is dat niet gevaarlijk om een keer een fout mee te hebben? Ja, wel, ik heb me dat ook al afgevraagd, maar ik denk dat het publiek het dan niet gaat doorhebben. Moesten wij met de foute valies... Moet je wel open doen, hè? Ja, wel. Maar dan heb ik al gezegd, ik heb tegen de techniek gezegd, als dat gebeurt, zeg ik gewoon rideau. En dan doet hem de doek toe. Einde verhaal. Is het einde verhaal. Ja. Het leukste voor een acteur is ook de hindernissen dat je tegenkomt. Allee, ik uit mijn ervaring weet ik dat als acteur doet je daar iets mee. Dus eigenlijk zelf als er iets fout loopt, ik vind dat soms de leukste voorstellingen van wat doet je ermee en je kunt dat zelf laten uitdraaien en iets dat nog leuker wordt. Dus in principe mogen wij daar geen problemen mee hebben. Ja, maar dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren, tuurlijk niet. Een miljoentje meer of minder, dat kan geen kwaad. Ik kan je nu al geluk wensen. Ja, dank u wel. Bedankt voor het gesprek. Dank u wel, dank u wel, Willy. Dank u wel. Voilà. Dag Emma, goedenavond. Goedenavond. U bent Valou Christen. Ja, ja. U staat nu hier, op het Ternelispleintje in de buurt. Ja, ja, ja. Dat heeft zo zijn reden, hè? Waarom? Omdat ik meespeel in Oscar. Dat is een Franse komedie. En ja, ik speel de dochter van 17 jaar die eigenlijk verwend is tot en met. En wanneer dat ze haar goesting niet krijgt, zet ze eigenlijk haar klep open. En ik wil ook gewoon zo rap mogelijk trouwen om eigenlijk te kunnen doen wat, mijn goesting te kunnen doen. Dus dat maakt niet uit met wie. Oscar, meneer Stallone, Christian Martin. Nee, dat maakt niet uit als ik maar vrij kan zijn. Ja. Je moet op een bepaald moment gillen. Kan je dat eens doen voor deze microfoon? Oké. Perfect gedaan. Een beetje ervaring met de theaterwereld? Ik heb toch van mijn 7 jaar, denk ik, zit ik al in het jeugdtheater hier in de Scala. En nu ben ik overgeschakeld naar het volwassen theater. Waarom de Scala hier toen al? Gewoon, dat is plots gekomen. Maar ik kende Johan al een beetje, want hij was mijn zwemleraar. En dan is hij begonnen met de Scala. En dan was mijn mama van, wilde geen toneel spelen. En ik was van, Hoeveel keer sta je al? Hoe lang is...
tiende jaar, denk ik. Dat, ja, het zal zoiets zijn. Het zal een beetje een ervaring zijn, we zijn weg. En dat blijft, dat blijft. Ja. Ja. Maar dat is goed, hè. Een beetje mag, hè. Zonder zenuwen? Ja. Dat wel. Die stress moet er zijn, ja, uiteraard. Hè. Wat is het moeilijkste voor u om dit te spelen? Gewoon, ik vind het moeilijk om gewoon in je personage echt te komen. Maar eens dat je daarin zit, ook kleren en dergelijke, dat doet heel veel, vind ik zelf. En decor, als je met decor kunt spelen. Want nu hebben we veel moeten oefenen in de foyer. En dat is, ja, minder leuk natuurlijk. Maar eens dat je op het podium kunt oefenen, is dat wel dan een luxe dat wij hebben. Dus ja. Wil je later met dit iets, nog iets verder gaan doen? Goh, ik zou dat wel graag willen. Ja, maar ja, het is te zien of ik de mogelijkheid heb om door te bloeien natuurlijk. Hè. Wat studies doe je nu eigenlijk? Ik doe wetenschappen wiskunde. Ik zit in mijn laatste jaar aan Sint-Jans College. En dan? Grotere, hogere studies? Goh, ik ben er nog niet helemaal uit wat ik precies... Dit speelt nog een beetje? Ja. Als ik de kans heb om nog verder te mogen meedoen in stukken, dan ga ik dat zeker doen. Ja, je bent nog jong, hè? Ja, toch wel. 17 jaar, dus ja. Krijgt u dan veel steun van die mensen rond u hier? Ja, natuurlijk. Ja, Johan is echt gelijk een tweede papa voor mij ook geworden. Deze is eigenlijk meer een tweede thuis ook voor mij geworden, omdat ik hier zo vaak zit ook. En ja, ja. Naast dit hier, zijn er nog hobby's die je doet? Ik doe ook nog Giro. Dus dat is ook elke zondag. Is dat een hobby? Ja, dat is een hobby. Niet werken? Nee. Soms is dat ook leiding geven. Want ik ben Aspie nu. Dus dat is af en toe ook dat wij leiding moeten geven aan de kleine. Sociaal en gedreven? Ja. Okay. Ik kijk uit naar uw optreden hier. Hè? Wanneer is de première? De première is de 13e. Maar voor de VIP's is het donderdag 12 maart. Oké. Okay. Afspraak, tot dan. Ja. Succes, Emma. Merci. Goed gedaan.